Hoi, mijn naam is Bert en welkom bij de speluitleg van Keer op Keer, een kleurrijk dobbelspel voor het hele gezin. Heb je net zien van deze speluitleg nog vragen? Ga dan naar 99games.nl/klantenservice of stuur ons een berichtje op Facebook. Dan zorgen wij ervoor dat jij zo snel mogelijk antwoord krijgt. Aan het begin van het spel krijgt ieder speler een veldstift en een blaadje met het speelveld erop. De bedoeling van het spel is dat de spelers vakjes gaan aankruisen om punten te verdienen. Dit kunnen ze doen door hele kleuren weg te spelen, hele kolommen te vullen en de sterren aan te kruisen. De startspeler gooit met 6 dobbelstenen. Zodra de speler 2 dobbelstenen heeft gekozen, kan hij beginnen met afstrepen. Aan het begin van het spel begin je vanaf de kolom H weg te strepen. De kruisen moeten naast elkaar komen te staan, ze mogen niet diagonaal van elkaar weggestreept worden. En een vak hoeft niet helemaal in één keer afgekruist te worden. Dus je kunt bijvoorbeeld 1 blauw kiezen en in het blauwe vlak 1 blauw kruisje neerzetten. Bijvoorbeeld 3 blauw mag ook, maar het mogen er zeker niet meer zijn. Dus 5 blauw kan hier niet, omdat je eigenlijk maar 4 blauwe vakjes hebt. Een ander ding waar je op moet letten bij het wegstrepen van vakjes, is dat je je mogelijkheden open houdt. Als ik 3 geel kies, kan ik ervoor kiezen om het zo weg te strepen. Maar dan kan ik die 2 vakjes nooit meer in 1 beurt wegstrepen. Dit is namelijk een vakje van 1 geel geworden en dit ook. Dus ik moet ooit een keer een 1 geel kiezen. En dat eigenlijk 2 keer om allebei de vakjes weg te kruisen. Ik kan er ook voor kiezen om de vakjes op deze manier af te kruisen. Waardoor ik 2 vakjes open haal naast elkaar. Waardoor ik later in het spel met een 2 geel die 2 vakjes in 1 beurt kan afkruisen. In dit geval zou ik voor 5 geel kiezen. En streep ik deze hier af. Alle andere spelers mogen nu in mijn beurt een combinatie maken van 2 dobbelstenen uit de overgebleven 4 dobbelstenen om vakjes te kruisen op hun speelveld. Let op, in de eerste 3 worpen hebben alle spelers de keuze uit 6 dobbelstenen. Pas in beurt 4 begint de startspeler om 2 dobbelstenen uit de 6 te halen. Op de zwarte dobbelsteen kun je ook een wit vraagteken gooien, of op de witte dobbelsteen een zwart kruis. Dit zijn de jokers. Het vraagteken is een getal naar keuze. Je mag kiezen tussen de getallen 1 tot en met 5. Een 6 is helaas niet mogelijk. En met een zwarte kruis mag je de kleur zelf bepalen. Dat kan blauw, rood, oranje, groen of geel zijn. Let wel op dat als je gebruik maakt van een joker, dat je een uitroepteken wegkruist. Dit kost je een punt aan het eind van het spel. Zodra een speler een complete kolom heeft afgekruist, dan krijgt hij de bonuspunten die erbij horen. Deze speler omcirkelt dit getal en de andere spelers kruisen dat getal af. Als zij later in het spel dezelfde kolom weten te vullen, dan krijgen ze enkel de bonuspunten die daaronder vermeld staan. Dit geldt ook voor de kleuren. Zodra een speler erin slaagt om 1 kleur in zijn geheel weg te kruisen op zijn speelveld, dan krijgt hij daar 5 punten voor. De overige spelers krijgen er nog maar 3 punten voor, mochten zij er ook in slagen. Het spel eindigt als 1 speler 2 kleuren in zijn geheel heeft af kunnen kruisen op zijn speelveld. Daarna volgt er een puntentelling. Je telt eerst de bonuspunten van je kleuren bij elkaar op. Dan tel je de bonuspunten van je kolommen bij elkaar op. Elk joker die je niet gebruikt hebt, levert een punt op. Elke ster die je niet afgekruist hebt, kost je 2 punten. Na deze rekensom tel je je waarde. Degene met het hoogste score wint het spel. En dat is hoe je keer op keer speelt. Voor meer informatie ga dan naar 99games.nl of abonneer je op ons kanaal voor de nieuwste 99 Games. Waar je mee rekening moet houden is welke vakjes je openlaat bij het wegstrepen van minder vakjes van een blok. Ja, dat klopt wel, maar niemand volgt het. Dat zit alleen maar in mijn hoofd. Goed,